Retail e-commerce is best een gek model. Pieter Zwart ook al een tijd geleden een artikel had, of interview had gedaan, dat het een dom model is. Het is gewoon echt een heel dom model. De kleine webwinkels kunnen daar niet in mee. Onze droom was gewoon een heel mooi consumentenmerk bouwen. Ja. Dat vonden we belangrijk dan eigenaar zijn. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast vandaag Patrick Kersenmakers. Hij maakt de naam en fortuin met webwarenhuis Vonk. En inmiddels staat hij met raad en geld nieuwe ondernemers bij in hun zakelijke avonturen. Patrick, leuk dat je er bent. Ja, je bent ook voorzitter van de Louis Awards. Dat is de toonaangevende prijs voor internetbedrijven in Nederland. Ja. Je kent de sector dus goed. Zie je al veel nieuwe Jitse Groens en Pieter Zwarts opstaan? Nou goed, je hebt natuurlijk uiteindelijk Adyen en Jitse Groen, die uiteindelijk natuurlijk een hele mooie bedrijf hebben gebouwd. Steven Suurman met Elastic. Pieter Zwart, die gewonnen heeft. Je ziet ook wat talents die in cybersecurity zitten, die er aankomen. Als je kijkt naar de winnaars in het verleden en je zegt ze moeten innovatief zijn en vernieuwend en alles. Als je kijkt karakterologisch, wat hebben die mensen dat ze er bovenuit doet springen? Een enorme focus. Enorme focus op hun bedrijf, op hun mensen. Continu bezig met het innoveren en net iets sneller, iets slimmers doen dan dat een ander aan het doen is binnen hun bedrijfstak. Doet Nederland het nou beter als je het vergelijkt met de ons omringende landen? Want dat beeld ontstaat wel eens dat Nederland voorop loopt in de e-commerce. Is dat daadwerkelijk zo? Ja, kijk, e-commerce weet ik niet. Maar nee, dat weet ik niet. Elk land heeft zo zijn eigen dynamiek. Als je kijkt wat er gebeurt in Zweden. Ja, ik wou het alleen maar Zweden noemen, maar als je Zweden, Duitsland, Frankrijk, misschien wel ten opzichte van België wat meer, maar ook daar heb je echt een paar hele mooie start-ups. Of gewoon eigenlijk gewoon e-com bedrijven al, of internetbedrijven. Engeland, nee. Nee, ik denk dat elk land heeft zo zijn eigen dynamiek en Nederland springt daar echt niet bovenuit. Nee. En hoe is het om in Nederland te starten? Want we zagen onlangs van het kabinet weer een maatregel dat start-ups hun jonge personeelsleden kunnen belonen met opties. Hè, om het wat aantrekkelijker te maken. Is dat nodig? Ja, dat is wel nodig. Kijk, je komt van ver als start-up. Je probeert toch iets te disrupten. Of iets te bedenken wat iemand al heeft of al zou kunnen betrekken. Maar vaak vanuit een groter softwarepakket. Of wat veel meer inspeelt op de huidige behoeften die men heeft. Of die men zou zien. Als je daar een bedrijf omheen bouwt, dan duurt dat langer. En dan kun je gewoon niet meteen de dikke salarissen betalen. Dus dan zul je met opties moeten werken. En je zult ook wel iets moeten geven waar iemand naartoe kan werken. Een reason to believe, iets ergens naartoe. Dat je met z'n allen ergens naar een soort van einddoel toe werkt. Ja. En dat is wat zo'n optie brengt. En zouden er nog meer maatregelen genomen moeten worden en kunnen worden dat het investeringsklimaat of het ondernemingsklimaat in Nederland verbetert? Nou, volgens mij zijn we nu goed op de weg. Ja, dan zijn we er wel. Niet wel goed. We zijn er wel. Ik las van het weekend weer een heel artikel inderdaad in het FD over hoe Frankrijk die start-up wereld financiert. Ja, en dan, ik weet niet of dat gezond is, dat het land alsmaar enorme budgetten, miljoenen in dat start-up land steekt. Maar Nederland doet het gewoon op een, toch wel een zeer bescheiden wijze ten opzichte van die landen. Ja, we hebben gewoon een goed vestigingsklimaat. Mensen willen in Amsterdam wonen, in Rotterdam, Utrecht. Dus ik denk dat hoe we het nu doen, het kan altijd meer. Hè? Je kan altijd zeggen, we willen nog extra zoveel geld hebben voor. Maar wat er nu weer wordt bijgestopt ten opzichte van een paar jaar geleden, is alweer veel beter. Ja. Hoe denk je dat de hele e-commerce gaat ontwikkelen? Waar zitten bijvoorbeeld de bedreigingen? Komt dat uit China, de Alibaba's? Zit dat in de hele problematiek rondom de retouren? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, puur echt e-commerce. Mm-hmm. Retail e-commerce. De retail e-commerce is best een gek model. Pieter Zwart ook al een tijd geleden een artikel had, of interview had gedaan, dat het een dom model is. Het is gewoon echt een heel dom model. Je bent producent van een product. En dan gaat het via groothandels, wordt het aangeboden via een retailer of een webwinkel. Laten we het hebben over webwinkels. Hè. En vervolgens brengt die het naar de consument. Er zitten heel veel schakels tussen, dat is dus gek. Die schakels die zie je verdwijnen. De grote retailers
Je haalt het niet meer bij de groothandel in producten, maar haal het graag bij de leveranciers zelf. Ja. Sterker nog, ze halen het niet op bij de depots van de partijen. Maar als je een beetje groot bent, ga je zelf de producten ophalen bij de fabriek in China. Zodat je veel beter nog die keten kan controleren. Waar dat uiteindelijk naartoe gaat, is dat als jij dan ook nog eens het bezit hebt van de logistieke systemen, dus de boten of de vrachtwagens en de auto's, ja, dan heb je die hele keten tot je beschikking. En dat is wat Amazon aan het doen is op wereldwijde schaal. Door zelf boten te hebben, grote trucks, allerlei lineholes om producten van A naar B te krijgen. Maar goed, wat Coolblue natuurlijk in Nederland doet met bijvoorbeeld eigen bezorgdiensten, ja, is dat je steeds meer die keten gaat zien. Dus als je, en wat dat allemaal met zich meebrengt, is dat de kleinere daar niet in mee kan. De kleine webwinkels kunnen daar niet in mee. Dus het enige wat je nog kan verkopen online, is dat wat een ander niet doet. Ja, en daar kun je denk ik wel succesvol mee zijn. En al het overige wat je nu aan het verkopen bent, wat een ander ook verkoopt, dat moet je zo lang mogelijk volhouden om daar geld mee te verdienen. Maar dat is een race to the bottom. Ook in combinatie met hoe Google naar je kijkt. Ja. Ja, want die wil uiteindelijk per klant meer verdienen. En überhaupt meer, hè, dus überhaupt meer verdienen en ook nog per klant meer verdienen. Dus en het transparante aanbod. En die hele chain die steeds meer wordt gecontroleerd door een paar hele grote spelers. Ja, die combinatie, dat wordt het een steeds lastiger markt om maar iets, om die consument maar te doen, te fulfillen in zijn behoeftes. Ja, the winner takes all. The winner takes all, ja. Ja. En als je kijkt naar de fysieke winkelstraat, want je ziet dat er best wel wat webwinkels zijn die fysieke winkels openen. Hè. Coolblue hebben het over gehad. Je ziet het bij Brandfield bijvoorbeeld, Ace & Tate, wat in de basis toch ook een webwinkel is. Denk je dat dat inderdaad de toekomst is? Webwinkels die steeds meer winkelpandjes openen? Nou ja, kijk, als je iets dus verkoopt wat een ander niet kan verkopen, dan is dat natuurlijk een hele mooie zet. Bijvoorbeeld bij Ace & Tate, hè? Dat is het merk zelf. Ja. Of dat uiteindelijk ook het model wordt naar de toekomst toe, dat is de vraag. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet over Ace & Tate of zich. Hè? Maar gewoon even naar partijen die dat op dat spel op deze manier aan het doen zijn. Ik denk dat het wel een vorm is van landjepik. Dat als je een model hebt, een e-commerce model, en je wil, en je gaat winkels openen, ja, dan krijg je heel veel leveranciers mee. Hè, want die vinden dat heel prettig dat je dat aan het doen bent. Want die verdwijnen juist uit het straatbeeld. Ja. Uiteindelijk als die huren ook niet, als die ook weer meegaan en het wordt duurder of personeel wordt duurder, uiteindelijk gaan die winkels ook alweer offline. Ja. Sluiten die winkels denk ik ook alweer. Ik denk niet dat het een sustainable model is om winkels te openen. Nee. Uiteindelijk, dat denk ik niet. Nee, want je wordt zelf een tijd nog vereenzelvigd met Vonk, het webwarenhuis waar je aan de basis hebt gestaan van de groei. Want je was niet de oprichter, hè? Even voor de goede orde. Ja, nou, ik ben oprichter van, in 2002 ben ik een bedrijf begonnen. Ben ik mijn eerste internetwinkel begonnen. Ja. Ik kwam er al heel snel achter dat je inderdaad je geld moest verdienen met een hele hoge volumes. Wat ik toen gedaan heb, samen met mijn compagnon Frank Hansen, is dat wij enorm snel webwinkels zijn gaan overnemen, openen. En dat konden we allemaal uit eigen middelen, omdat we zo hard aan het groeien waren. Ja. Maar op een gegeven moment konden we dat niet meer. En toen hebben we Vonk eigenlijk overgenomen, of een soort van fusie met Vonk gedaan. Vonk was toen veel kleiner, van Joost Wels. En met z'n drieën hebben we toen besloten van, oké, weet je wat, we gaan al die webwinkels die we hebben, die gaan we fuseren naar Vonk. En gaan we zorgen dat we over time, want dat konden we niet in één keer, zorgen dat Vonk het grootste woonwarenhuis van Nederland gaat worden. Ja. En heel langzaam hebben die andere webwinkels allemaal gesloten. En zo is dat hele verhaal ontstaan eigenlijk. Ja, want op een gegeven moment kwam een bericht naar buiten dat Vonk ook allerlei fysieke winkels zou gaan openen. Daarom kwam ik erop. Ja. En die strategie is inmiddels weer overboord gezet, hè? Ja, ja. 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 Ja, door de overname van Wehkamp in 2010, 2011... was dat een van de strategieën. Maar wat je ziet in de dynamiek van zo'n groot bedrijf is dat het nog wel eens wil wijzigen. het openen van marketplaces, het worden van een merk, tv-reclames en goede brand identity creëren.
Plus openen van winkels. Ja, dat waren drie dingen die echt wel op ons lijstje stonden. Ja. Maar helaas konden ze niet allemaal uitvoeren uiteindelijk. Ja. Je hebt nog een aantal jaren bij Vonk gezeten nadat je je aandelen al had verkocht. Hè? Hoe anders was dat als je opeens voor rekening van een ander aan het ondernemen bent? Word je dan roekelozer of juist voorzichtiger? Nou ja, kijk, wat het mooie was, is dat we door de overname van Wehkamp, die meteen ook al, dat 60% van aandelen toen namen, dan weet je eigenlijk al dat je al niet meer, dan ben je eigenlijk al niet meer de baas van je eigen bedrijf. Het eigen bedrijf, dus aanhalingstekens. Door earn-outs en door bonussen blijf je langer. Maar op een gegeven moment ben je de directeur van dat bedrijf. Ja. Je bent natuurlijk wel nog wel helemaal verbonden met dat bedrijf en je voelt je nog wel een soort van de eigenaar. Maar ik denk dat elke directeur dat wel voelt van een bedrijf, dat je eigenaar bent of mede-eigenaar, zoals in mijn geval, dat we met een paar man het bedrijf en het groot maken waren. Maar wij wilden absoluut aanblijven, want we hadden zo'n grote cashbehoefte om uiteindelijk een bepaalde positie in e-commerce land te kunnen verwerven. Mm-hmm. En dat hebben we door die deal met Wehkamp hebben we dat kunnen bereiken. En we hebben uiteindelijk met gewoon een heel goed team iets heel moois neer kunnen zetten. En onze droom was gewoon een heel mooi consumentenmerkbouw. Ja. Dat vonden we belangrijk dan eigenaar zijn. En in 2017 was dat toen af, want toen ben je weggegaan. En dacht je toen van nou, mijn missie is helemaal volbracht en ik ga wat anders doen? Nou ja, dat in de dynamiek is dat uiteindelijk de conclusie. Uiteindelijk gebeurt er dan zoveel met alle stakeholders die daar dan zitten. Dat je op een gegeven moment denkt, weet je, het is gewoon beter dat ik het stokje overgeef aan iemand. Ik ben toch meer de ondernemer dan echt de operationele directeur of de commerciële directeur. Ja. Misschien had ik dat ook al eerder moeten doen, het stokje overdragen zelfs, denk ik soms wel eens. Zo is dat gelopen. Dat was inderdaad eind 2017 jaar. Ja, en toen heb je vrij letterlijk je koffers gepakt. Want je bent met je familie, een maand of zeven de wereld over gereisd. Hè? Ja, een dikke koffer, Hoe lang duurde het voordat je helemaal was afgekikt van alle prikkels van alle dag? Ja, dat gaat vrij snel wel, denk ik. Ja. Nou, kijk, waar ik nog steeds niet van ben afgekikt, en dat zit dan misschien of in mijzelf, of wat ik echt heb aangeleerd, is dat bij Vonk was het heel erg actie-reactie. We hadden wel een strategie en we waren wel lange termijn aan het kijken. Maar we zijn ook enorm bezig geweest om elke dag maar te vechten voor die omzet. Als we een dag onder de 30 tot 20% aan het groeien waren, dan dat voelde echt slecht. Dan moest iedereen. Kom je chagrijnig thuis? Ja, nou, dan kwam je chagrijnig thuis. Dan hadden we gewoon een cashprobleem. En dan wilden we gewoon continu maar groeien. Dus actie, reactie, continu. Als het niet goed was, mensen bij elkaar roepen, kijken wat we kunnen verbeteren. En dat, als je dan op een gegeven moment geen team meer om je heen hebt, geen collega's. Je wordt niet meer gebeld. Daarvan moet je afkicken, van die prikkels. Ja, ja. Maar goed, ik ben op reis gegaan inderdaad die 7-8 maanden met mijn gezin. Met 3 kleine kinderen bij je. Dan heb je gewoon genoeg prikkels, hoor. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment was je het reizen zat, kwam je weer terug in Nederland. En toen ben je eigenlijk als investeerder gaan opereren. Waar zit je geld zoal in? Nou, dat investeren heb ik tijdens Vonk al wel gedaan. Het waren echt wel oud-collega's of mensen die gewoon eigenlijk al. Ja, in elk vakgebied heeft. Je loopt al zoveel jaar mee in de e-commerce-industrie. Dat je heel veel mensen tegenkomt die je gewoon mag, vertrouwt. Die bij je gewerkt hebben. Waarvan je denkt, ja, als die ooit gaat beginnen, maakt niet uit wat. Maar aan hem geef ik mijn 10 euro spaargeld. Ja, ja. En dat heb ik dat hebben we gewoon een paar keer gedaan. Dus je hebt eigenlijk altijd je geld meegegeven aan mensen die je kende en die je vertrouwde. Je bent nu ook een van de founding fathers van het Dutch Founders Fund, hè? Zeg ik het goed? Ja. En dat betekent dat je nu ook geld gaat steken in bedrijven waarvan je de oprichters niet kent. Ja. Wat zijn dan de criteria die je hanteert? Ja. Nou, het Dutch Founders Fund het ligt net iets anders. Het zijn twee ondernemers die dat fund zijn gestart. Bas Berens en Laurens Groenendijk, acteren als venture partners. Ja. Dus als wij privé iets tegenkomen waarin we zouden willen investeren, ja, dan leggen we dat voor aan het fonds. Van, hey, zou dit wat voor het fonds zijn? Zo ja, ga ik er met het fonds mee verder. En zo nee, dan kan ik het privé nog steeds investeren. Ja. Ja. En ik denk dat dat voor mij heel prettig is. Want dan gaat mijn leercurve daar weer in omhoog.
En ja, soms, het is ook wel handiger om soms aan tafel te zitten in plaats van met 10 euro, als je met 100 euro aan tafel zit. Ja. Dus dat, en dat, ja, dat, ja, ik vind dat heel erg leuk. Hmm. Ik vind dat echt heel leuk. En, maar goed, hoe dat, je komt inderdaad vaak met mensen in contact nu die horen van dat fonds. Hè, dus die komen met het bestuur van het fonds in aanraking of met mij. Ja, en hoe dat dan is, weet ik niet. Maar ja, uiteindelijk is de wereld in Nederland toch wel vrij klein. Dus je kent altijd wel iemand die ook al in dat bedrijf zit. Of waar je toch probeert achter te halen. Hoe is dat nou gelopen het afgelopen jaar? Hoe heeft hij zich ontwikkeld of zij? Dus daar zijn we best wel... daar kom je toch wel snel achter. Ja. En uiteindelijk, ja, die waarheid die ligt pas bij een exit ooit. Hè? Dus het is, en er gaat van alles gebeuren. Ook bij mensen die je vertrouwt. Of hebt vertrouwd of hebt leren kennen in de loop der jaren waar je hebt in geïnvesteerd. Tot slot, je bent nog een jonge vent. Waarom doe je het trucje niet zelf nog eens? Ja, nou, dat is wel grappig. Op wereldreis, op die reis met mijn gezin, heb ik in elk land allemaal van die boekjes gekocht. Ondernemersboekjes, franchiseboekjes. Van wat is hier, wat werkt hier? Nou, dat heb ik met een voormalig collega van Vonk. Ben ik twee van die modellen, businessmodellen onderzocht. Nou, die waren het niet. kwamen we achter. Die waren gewoon niet goed genoeg. Dus ik kijk er nog wel naar. Dus ik ben er wel mee bezig om van, ja, weet je, is het niet mooi om weer met een team ergens aan de slag te staan, met elkaar iets te bouwen? Ja. Dus ik kijk daar wel met een schuin ook naar. Maar wat ik nu doe, vind ik ook echt leuk. Ik word er enorm warm van om die ondernemers te helpen met de skills die ik heb. Om ze sneller te laten groeien en scherp te zijn. En dat is wel onrustiger, want er is altijd een aanval op het moment dat het niet uitkomt. Die zijn vaak 's avonds en dan ben ik overdag thuis aan het lezen of in aan het lezen. Alles is goed eigenlijk. Maar misschien komt er wel wat. Nou, gaat u in de gaten houden. Leuk dat je er was. Dankjewel. Wilt u meer gesprekken zien? Surf dan naar CVD TV.